Jero, doe even Jacob, Marion. Wat wil je nou? Zeg even, de zon. Kijk het zonnetje. Kijk eens naar beneden. Engel vraagt of je even naar beneden wil kijken. Voor vlak achter Jacob staan, want dan als ik dan vooruit rijd, houdt Jacob me tegen. Kijk dan, we zijn nou over de top heen, want we zitten nu op 1990. Zo. Kijk jongens, dat is dus die tunnel waar we net uitkomen. Daar, kijk. Zijn we door die tunnel of door die berg heen gegaan? Jeetje, ongelofelijk. Kijk. Oh. Nou ja, we zijn toch een stelletje mafketels. Het is een hele groep, joh. Zal ik je even een cappuccino meegeven? Hier is het. Wat is zijn de jongenspeeltjes of zo? Ja. Jongens. Hey Jacob, moeten wij daar ook heen? Ja. Wees wat, daar beneden. 1 op 4,8 omhoog gegaan. Wat verdikken we. Hé? Ja. Aan benzine, aan diesel? Ja. Ja, dat geeft hij aan. Ja, je hebt niet gekeken naar wat je verbruikt hebt. Nee, daar kijk jij nooit naar. Nee, nee. Ik weet niet eens. Ik weet niet eens hoe ik dat moet doen, joh. Ja, jij hebt een veel moderner auto. Dat heb jij ook in die auto. Oh, nou, ik heb er nooit van gehoord. Ja, ik weet dat jij dat, hè? Jezus. Kijk, kruisie. Prachtig, prachtig. Kijk jongens, ze zijn al beneden ook. Moet je kijken. Kijk, die auto's inhalen. Zie je dat? Gewone auto's inhalen. Hup, die ook inhalen. Waar ja, joh. Ja, het schelen. Het zijn toch maar mee andere mensen hun leven. Nou ja, Jacob, ik vind het prachtig. Echt waar. Toch even die GoPro pakken. Kon er toch niet bij. Nou, let op. Daar komen ze weer aan hoor, onze jongens. Onze harde rijders. En die is alweer gekeerd en dan gaan ze alweer terug ook. Kijk, die ene die is gekeerd daar. En dan komen ze zo alweer terug ook. Let op hoor.
Nou. Oh, hier ook. Deze is rustiger dan. Gewoon aan de kant van de weg staan. Zie je dat? Ze gaan gewoon aan de kant van de weg staan, maar ook. Kijk. En de rest van het verkeer wordt geen rekening mee gehouden. CZ, die komen uit Tsjechië. Ja, Tsjechië en SK, Slowakije. Ja, die zijn hier een race aan het maken doen. Nou ja. Heb je het kruis gezien? Ja, heb ik al genomen ook. Jongens, ik blijf het mooi vinden, echt waar. En is dit nog maar een klein stukje. Kijk mensen, dit is dat glaciermeer. Kijk jij dat je niet naar beneden valt? Nou, ik denk niet dat ik daar kom. Oh. Als je hier naar beneden valt, dan laat ik je echt liggen. Ik wou zeggen, als het steentjes erachteraan, het is klaar. Nou ja, dan, ik wil ook echt een zwerfkei. Ja, kijk, daar staan ook allemaal auto's aan de... Ja, maar je rijdt van heel ver langs. Ja. Dat lijkt mij wel. Hoe heet dit meer? Glacier. Lake Glacier. Glacier is een lake. Ja. Glacier Lake. Kijk dan, wat een bomen, jongens. Ja. Oh, kijk daar. Daar. Ja, maar gewoon rustig. Jeetje. Ik waarschuw je alleen maar. Nee. Ja. Beren. Ik zie allemaal beren op de weg. Oh, die gaan eruit. Foto's maken. Maar gewoon, kijk je uit. Ja. Kijk dan. Even zeggen. Margo! Het is moeder beer met jongen. Ja, en ik heb er al één. Ik heb er nog niet één gezien. Ga weg, opzij jullie. Margo, kom nou naar binnen. Ja, doen we, maar wat is er nou? Maar het mag altijd naar binnen. Ja. Kip heb met vier. Oké. Dit is moederbeer met jongen. Ja, oh kijk, 1, 2. Maar goh, ik zie niks. Ja, daar kan ik toch niks aan doen? Kijk. Nee, ik zie het niet. Hier, gaan we die kant. Oh, hier zo. Ja, komen ze aanlopen. Hier zo. Oh ja, kijk. Oh jeetje, ja wat leuk. Kijk jongens. Kijk uit hè. Die ging het te snel. Hier. Ach. Nou, ik heb er een stuk of wat. Ja. Nou, geweldig. Nou, kijk dat de mensen elkaar waarschuwen. Dat is leuk. Ja. Je sjeest hem gewoon voorbij. Dus. Ja. Wat zegt ze? Ja, toch nog. Heel gelukkig.
nou, mijn dag kan niet meer stuk. En dan hebben we de Dracula camping. Wat zegt ze nou? Oh jee, nee, toch niet de Dracula camping. Nou, wat leuk mensen elkaar waarschuwen. Ja. Kijk mensen, ze zijn hier even een beetje de weg aan het opknappen. Wegwerk zo mee, dan moet je kijken. Ja. Nou ja. Niet zo gek natuurlijk. Nou, het is ook een luxe. Zeker niet dit stukje. Nee. We hebben al wat hobbeltjes gehad. Nou. Hartstikke idee. Ja. De lake. De lake house. Hier mag al. Kijk, met de bootje en een kleine kade. Aan de overkant een plastic zwaan. En daar nog een klein bootje van het toilet. Kijk daar. Keurig. Kijk, en een mooi winkeltje. Oh, mijn maïskolven, hè? Dit is stuurmeer. Ja, moet je kijken. Die berg, ik hier ziet. Maar dan gaan we door die tunnel heen natuurlijk. Dat denk ik wel, ja. Nou, kijk nou. Mooi. Hier weer honden. Ja, ongelooflijk. Zo. Zie je wat er laag het is, het water? Ja, ja. Je ziet dat hier verkeuring. Ja, scheet, dat is toch logisch? Ja, je hebt twee... Je kan die kant door de... Ja. En deze kant. Kerasiet. 60 jongens. Het is kijk, altijd het plafond en de muren. Ja. Helemaal mooi gegolfd. Ja. Dat zag ik heel wat kilometers terug ook. Ook weer honden. Ja. Kijk, het heeft weer geregend. Ja. Kijk, dan is hier die punten. Kruisie. Kaarsie ervoor. Ja, ja, ja. Een hele speciale video. Ik denk alleen maar over deze route. Het is te mooi om niet te laten zien. Nee, dat is het. Als het goed is, dan is het vlak voor die kijk, nog weer een tunneltje, vlak voor die, of vlakbij die camping waar we zijn. Dan kan je waarschijnlijk het kasteel van Dracula zien. Zo, heel erg donker. Ja. Dan zie je die mooie muur niet. Nee. Ik ben blij dat je geen tegenliggers hebt, want die paaltjes is het enige wat je dus van die kant op had. Thank you.
potjes. Want ik zie er soms ook foto's in. En ik heb er eentje gezien met een sjaal erbij. Dus hebben we in plaats van een kruisje misschien dat ze dat ook doen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat zou ik willen. Goh. Nou, 1,5 kilometer, dus ik kan die maar aan laten staan. Kun je die hier gaan?